superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carijn Tukkers en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag gaan we ook iets heel leuks maken. Dus heb je er zin in, doe vast een duimpje omhoog. Het abonneren is helemaal gratis, dan blijf je toch voor alle leuke video's die ik maak. En dit is ook weer een toppetje. En elke DIY video heeft nu ook een leuke winactie en een winnaar. Dus superleuk. Heb je meegedaan aan de vorige winactie door te reageren? Dan komt jouw naam hier in beeld. Van harte gefeliciteerd, jij mag contact met ons opnemen, want je hebt een cadeaubon te waarde van 15 euro gewonnen. Wil jij nou ook kans maken op een cadeaubon te waarde van 15 euro? Doe dan een duimpje omhoog en laat even hieronder een reactie achter. Mag van alles zijn, mag een vraag zijn, mag wat jij van deze video vindt een reactie zijn. Wat je ook wilt delen, laat even hieronder weten en dat doe je ook mee met de winactie. Dus superleuk. En ik zou zeggen, laten we gauw beginnen. Bestellen. Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Daar vind je het onderkopje cursuspakketten. Daarnaast zullen ook wat losse materialen en zo te koop zijn in onze webshop. Dus mocht je iets anders willen, dan kan je dat daar ook vinden. En mocht je het niet kunnen vinden, mag je me altijd een berichtje sturen. Dus we gaan vandaag aan de slag met dit mooie frame. Zoals je al naast me kan zien. En heel veel andere mooie materialen. Dus ik zou zeggen, laten we gauw beginnen. Vandaag gaan we aan de slag met bollen. Ik ben er gek op. Cirkels, bollen en dat soort dingen. En daar gaan we vandaag ook mee aan de slag. Onder andere Tempex bollen, maar ook deze mooie bollen. We gaan het wat in een pasteltint kleur opmaken. Roze, ja, oranje kan ik het niet echt noemen. Een beetje een natuurlijk kleurtje. En daar gaan we mee aan de slag op dit mooie frame. Eerst gaan we een mooie baas bouwen. Deze gaan we mooi beplakken met materiaal. En daarin komt een bloemstuk. Dus het belooft wat moois te worden. Allereerst gaan we deze beplakken. Dus ik hou het even iets dichterbij. Dan kun je precies zien wat ik doe. We gaan deze Tempex bollen beplakken. Allereerst mag je eventjes een gat maken in de Tempex bol. Ik doe dit door het gewoon er doorheen te duwen. Je kan het ook even met een mesje doen, maar zoals je ziet hebben we nu net een gaatjes. Dan weet je dat je hier niet omheen moet plakken, omdat je hem daarmee bevestigt. We gaan hiervoor dit mooie bamboehout gebruiken. En je kan rondjes knippen, je kan staafjes, rijtjes, rondjes, vierkantjes, wat je ook wil. Je kan ook van alles wat. En die lijmen we eromheen, dus geef daarin je eigen stijl. Ga lekker aan de slag. En zorg dat hij dan aan de buitenkant helemaal beplakt is. Zoals je kan zien heb ik beide kanten mooi geplakt. Ik heb allerlei vormen aangehouden. Ik vind het wel een leuk effect geven. En ook beide kleuren, zoals je kan zien, zijn hier mooi beplakt. En die gaan we straks in het midden door. Daaronder heb ik dus deze bollen. Die zijn al echt heel mooi van zichzelf. En die gaan we aan de zijkant tussen doen. En we gaan er ook moois van maken. Ik heb ook wat mooie bonsai takjes. Die ga ik onderaan bevestigen met een touwtje. Je kan ook voor een ijzerdraadje gaan, maar ik vind touw wel mooi natuurlijk. Dan heb ik ook mooie waterflesjes en ook deze bollen en die bevestig ik ook. En door de bonsai heb je een mooie baas waar je het elke keer goed aan kan bevestigen en waar het goed in blijft zitten. En dan doen we straks in het midden deze bollen. Ik heb deze in het groot en in het klein en ik kijk even een beetje hoe alles mooi tot zijn recht komt. Deze lijm ik dan weer vast aan de bonsai. Deze maak ik weer vast met een touwtje.
straks knip ik de overige touwtjes ook af. Wat takkenmos noem ik het altijd. Die lijm ik er ook even bij tussen. Die lijmt eigenlijk allemaal weer aan elkaar vast. En maakt zo'n mooie basis om de stang heen. En het leuke is natuurlijk dat hij lang houdbaar is. Prachtig. Hoe leuk het, lijkt het zo weer bij elkaar. Straks kun je de vaasjes vullen met bloemetjes. Maar we gaan hier eerst oase tussen doen. En dan komt deze weer tussenop. Zodat we daar binnenin weer mooie bloemetjes hebben. Ik doe aan de binnenkant eventjes wat lijm. Zodat hij iets meer waterdicht is. Wil je hem helemaal waterdicht hebben. En dan zou je het even helemaal vast moeten tapen. En dan met plastic folie ertussen moeten gaan werken. En anders kan het zijn dat hij nog een klein beetje lekt. Op zich is dat niet zo erg, maar zorg dan eventjes voor als je het bloemstuk maakt, als je hem dan niet op een tafel zet, dat het kringen geeft. Vaak is het na een paar uurtjes ook uitgelekt. Het komt echt door het steken. En daartussen gaan we de bloemetjes verwerken. Ik kies nu weer voor sterke bloemen. En het geeft al gelijk een superleuk effect door het op deze manier op te bouwen. Jullie waren gek op de romantische bloemetjes. Dus ook die ga ik vandaag weer toepassen. Maar eigenlijk kan je dit op elk gewenste manier opmaken. Ik gebruik nu Lucianthus op Ustoma. Is echt een gewild bloemetje, luxe bloemetje. En zo steekt het mooi weer tussen. Ook gebruik ik weer mooie trosroosjes. En op die manier steek ik hem mooi vol. Zodat we echt een mooie bloemenrand krijgen. Straks laten we deze bloemen ook weer terugkomen. Dat kan je heel mooi met de restjes doen. Door de vaasjes die we ook gebruiken weer te vullen. Maar dat doen we op het eind. Nu steek ik hem eerst helemaal mooi vol. Natuurlijk heb ik de oase voor de tijd nat gemaakt. Als ik met verse bloemen werk, maak ik het altijd voor de tijd goed nat. Belangrijk is dus dat je water de oase zelf vol laat zuigen. Dus dat je hem niet onder water duwt. De bol op zich is natuurlijk ook gewoon heel mooi om op een schaal te leggen. Ik zal dan ook even zorgen dat de bol ook los te bestellen is in onze webshop. Dus dat je hem eventueel ook zonder pin kan maken als je hem dan ergens wilt neerleggen. Ook super tof. Maar we maken natuurlijk vandaag een heel apart bloemstuk. Nou, zoals je ziet heb ik aan alle kanten alles mooi gevuld. De bloemetjes die je over hebt gebruiken we straks weer. En mocht je nog ergens een gaatje hebben, kan je natuurlijk altijd een beetje extra toevoegen. Geweldig toch? Ik ga de vaasjes vullen. Ik gebruik hiervoor eventjes de waterfles, want het smeert niet. Je kan ook een klein gietertje of iets gebruiken, maar dit vind ik echt ideaal om voor dit soort bloemstukken te gebruiken. Ook deze staat trouwens los in onze webshop, mocht je die willen bestellen. En de vaasjes vul ik dan eigenlijk met de bloemetjes die over zijn van het middelste bloemstuk. MUZIEK.
Let trouwens op dat je natuurlijk gewoon alle bloemen goed schuin aansnijdt. Of je hem nou in de bol gebruikt of in de vaasjes. Nou, en dan is hij klaar. Het is echt een toppertje. Ik vind hem zo leuk. Echt kunstzinnig. Het leuke is, je kan hem eigenlijk ook elke keer weer vervangen, verversen. De bollen blijven gewoon mooi. Je zou eventueel op den duur de oase ertussen uit kunnen halen en de bollen tegen elkaar aan kunnen zetten. En dan hoef je eigenlijk alleen maar de vaasje opnieuw te verversen. Dus echt super leuk als je het mij vraagt. Wil je dit pakket nu bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Ik heb hiervan geen onbeperkte voorraad. Dus wil je hem niet missen, bestel hem dan. Je kan hem eventueel ook later de gewenste datum aangeven als je hem later wil ontvangen. Maar bestel hem dan wel. Wees snel bij, want op is op. En ik hoop dat jullie weer een leuke video vonden. Vond je het leuk? Doe een duimpje omhoog. Abonneer gratis op dit kanaal. Want er komen heel veel bloemenschik video's aan. En we gaan gewoon lekker door. Want ik zit er helemaal in. En ik vind het helemaal geweldig hoe enthousiast jullie daar zijn. Dus ook dankjewel daarvoor. Al die leuke reacties. Want daar ben ik echt heel dankbaar voor. Dat ik dit op deze manier zo met jullie kan delen. En zo kan blijven doen. En ja, gewoon heel fijn dat het allemaal zo goed gaat. Goed. Ik wil jullie weer bedanken voor het kijken. En dan zien jullie mij de volgende keer weer.